partner DHSS nam Marcelien Bos de Koning in september mee in de wereld van offshore wind. Goedemorgen! Goedemorgen Marcelien! Wim Schouwenaar nam Marcelien mee naar de Bold Tern, een groot installatieschip dat na onderhoud in de haven van IJmuiden doorvaart naar windpark Luchterduinen. Ik verwacht vandaag eigenlijk gewoon met eigen ogen te zien hoe het aan boord leven is. Kort Lichtman, kapitein van het schip. Installatieschip Bold Tern maakt het uitvoeren van veilige kraanoperaties mogelijk en bouwt en upgrade windturbines. En wij regelen eigenlijk voordat die boot binnenkomt, zij plannen een portcall. Regelen wij eigenlijk alle zaken die zij gedaan willen hebben gedurende de tijd dat ze in een haven zijn. DHSS bewoog in 2017 mee met haar klanten naar de offshore windsector om service te verlenen vanaf de installatiefase tot aan de productiefase. Totdat het eventueel over 20 jaar weer gedecommissioned moet worden. Ja. Ook dan zijn wij er weer. Ja, volgens mij zitten we op een goede hoogte. Kunnen we naar buiten. Ja.